Dank u wel. Er zijn een paar interrupties nog. Allereerst de heer Van Hagen, dan de heer Van der Staaij en dan de heer Wilders. Allereerst de heer Van Hagen van de Groep Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Paternotte heeft het over een film en met allemaal helden. Maar in de meeste films zit ook een schurk. En wat mij betreft komt die rol toch een beetje aan D66 toe. Want u houdt toch een beetje krokodillentranen over jongeren. En u noemt ook nog de festivals. Nou, dat zijn precies de twee dingen die ik ook hoog in het vaandel heb. De jongeren, die hebben nauwelijks enig risico bij corona. En de festivals, die zijn over het algemeen in de open lucht. En daar komen jongeren. Dus mijn vraag is eigenlijk, waarom kijkt u niet gewoon naar de feitelijke risico's? En die zijn bij jongeren heel laag en die zijn bij festivals heel laag. En als u dat nou combineert, dan kunt u al die dystopische onwerkelijkheden vergeten. En dan kunnen we gewoon weer aan de gang. Meneer Paternotte. Ja, ik vond de heer Van Hagen een stuk gematigder de laatste maanden. Maar om mij dan nu de schurk van de coronafilm te noemen, gaat me toch wel een beetje ver. Ik weet dat de heer Baudet het idee heeft dat de Rockefeller Foundation dit virus bedacht heeft en uitgerold heeft. Maar ik hoop dat u dat toch niet denkt. Nou, ja, het is geen antwoord op mijn vraag. Maar ja, om dan uw vraag te beantwoorden. Nee, ik geloof niet dat de Rockefeller Foundation hier iets mee te maken heeft. Hè. Corona is een virus. Daar kunnen we allemaal ziek van worden. U en ik zijn kerngezond. Dus de kans dat wij er iets van hebben is vrijwel nul. Maar jongeren hebben er helemaal niks mee. En u gaf net in uw betoog aan dat jongeren een ongelooflijk nare tijd achter de rug hebben. Nou, dat komt ook door degene hier allemaal, en niet alleen u, hè, die rol van schurk, die deel ik dan toe aan iedereen die hier voor al die maatregelen heeft gezet. Maar die jongeren hebben het ontzettend zwaar gehad. We kunnen dat nu stoppen, en dat kunt u ook doen. Dus laten we dat dan doen. En dan over die festivals. Die festivals, nogmaals, daar komen jongeren. Dat is in de buitenlucht. Daar vinden nauwelijks besmettingen plaats. En als ze al plaatsvinden, dan vinden ze plaats op jongeren. En als ik me goed herinner, is de IFR iets van 0,00003%. Dus waar hebben we het over? En als u dan een systeempje gaat instellen waarbij jongeren ook nog moeten betalen, dan vraag ik me af, waarom kijken we niet gewoon naar de risico's en stoppen we met deze onzin? De heer Paternotte. Ja, het is natuurlijk niet waar dat het virus voor jongeren helemaal niks kan doen. We zagen juist ook na die weekenden in het uitgaansleven, waarin de besmettingscijfers echt heel hard opliepen, dat er plotseling een veel jongere groep in het ziekenhuis belandde en deels ook op de intensive care. En het blijft wat dat betreft, en u heeft het zelf ook wel eens gezegd, wel degelijk een heel naar virus. Dus het is heel goed dat we daarna de gelegenheid hebben gepakt om veel meer van die mensen de kans te geven volledig gevaccineerd te zijn, waardoor bij hen dan de risico's ook inderdaad ontzettend laag zijn. Ja, dan kan je dat ook gebruiken om inderdaad veel meer mogelijk te maken en te openen. We zeggen nu al dat we dat doen zonder enige toegangsbewijs voor het hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs. Daar ben ik ontzettend blij mee. En ik hoop ook dat dat inderdaad na 20 september op veel meer plekken kan voor die festivals, voor het nachtleven, omdat inderdaad mensen dat erg hebben gemist. Ja, de reden om te zeggen dat je dat moet beperken heeft er natuurlijk ook mee te maken dat die jongeren niet alleen maar met elkaar contact hebben, maar dat ze ook met heel veel andere mensen in contact staan. En dat je na die pieken van de dansweekenden ook wel degelijk zag dat ook in andere leeftijdsgroepen er een stijging was. De heer Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, maar om dan in dat mantra verder te gaan. Als die jongeren nu besmet raken, is dat waarschijnlijk helemaal niet zo erg, omdat de vaccinatiegraad, en daar bent u heel blij mee, inmiddels 75% is of zo. Dus al die zieke, zwakke, misselijke ouderen, die zijn gevaccineerd, die zijn dan beschermd. Dus waarom dan toch nog de focus op jongeren? En ik ben ook blij met u dat de scholen dan weer een beetje open kunnen. En er zijn allemaal beperkingen aan, die 75 personen. Maar het is mooi we zijn het eens, hè? Daar ben ik blij om. Maar waarom dan toch op veel plekken die jongeren nog hinderen, terwijl de mensen om wie het gaat, die beschermd moeten worden, die zijn beschermd, en dan toch die jongeren blijven hinderen? De heer Paternotte. Ja, de jongeren die ik spreek bij die introductieweken, die zeggen allemaal ontzettend fijn dat dit allemaal gewoon kan. Ik moet af en toe even een toegangsbewijs laten zien, maar dat vind ik echt geen probleem. En dan kan ik gewoon weer naar binnen en hoef ik zelfs vaak geen afstand houden bij dingen die in de buitenlucht worden georganiseerd. Die kunnen straks weer gewoon naar de klas, gewoon naar college. Voor hen is heel veel weer normaal. En natuurlijk zeggen ze, ja, ik wil ook graag weer naar een discotheek kunnen. Dat hebben we geprobeerd begin juni. Ik snap best dat op basis van die ervaring we zeggen, we willen eerst de ventilatie daar ook goed op orde hebben. We willen eerst zorgen dat we weten hoe het zich ontwikkelt, maar we gaan die natuurlijk ook weer openen. En wat daar het allermeest bij helpt is als genoeg mensen gevaccineerd zijn. Dus laten we elkaar, ja, laten we daar samen hen ook toe oproepen. De heer Van Hagen, tot slot. Tot slot? Ja, oké. Ja, laten we elkaar niet voor de gek houden. De introductieweken, de KMT's, die zijn geen schim van wat ze horen te zijn. Dus ik weet niet of u nauw contact heeft met de mensen. Ik heb dat wel. En dit is echt een zeer magere uitvoering. En voor de discotheken geldt eigenlijk hetzelfde.
als daar jongeren besmet raken, wat is het punt? Laat dat gewoon rustig door die populatie heen gaan. En het aantal jongeren dat op die IC komt, is verwaarloosbaar klein. Dus nogmaals, en ik weet dat we het niet eens worden, laten we gewoon naar de feiten kijken en laten we de statistieken op waarde schatten. He, dus als daar inderdaad een zeer klein promillage jongeren door geraakt wordt, dan is dat verwaarloosbaar klein. Zo verwaarloosbaar dat je niet die hele populatie daarvoor moet straffen. En dat is mijn oproep aan u. Ja, dat is ook waar wij steeds hebben gezegd, zet het onderwijs nou bovenaan. Zoek naar manieren om meer ruimte te geven. Gebruik de toegangsbewijzen om wel festivals, events mogelijk te maken, zoals nu met die 750 mensen. Voor een heel groot deel natuurlijk bedoeld, omdat inderdaad voor heel veel jonge mensen, en ik vind het nou, wat dat betreft wel terecht dat u daar aandacht voor vraagt, het leven behoorlijk beperkt is geweest de afgelopen anderhalf jaar. En dat is een ander verhaal dan als je een jong gezin met kinderen bent en een huis met een tuin, dan als je inderdaad een studentenkamer hebt. Alleen doen alsof dat virus voor hen niks uitmaakt. En het is dat ze allemaal niet ziek worden. Van de optelsom van long covid en jongeren die toch in het ziekenhuis komen. Het is goed dat we dat kunnen voorkomen. Die mogelijkheid hebben we nu ook. En laten we zorgen dat we dat voor iedereen doen. Dank u wel.